In deze video ga ik jou laten zien hoe je kan beginnen met verkopen op bol.com in 2022. De video gaat als volgt zijn. Ik ga je als eerst laten zien hoe je producten kunt vinden. Daarna ga ik je laten zien hoe je producten kunt analyseren. Daarna ga ik je eens laten zien hoe je producten moet inkopen. En daarna ga ik je tot slot nog laten zien hoe je retouren moet afhandelen, hoe je moet verzenden, fulfillment centra, de hele mikmak. Maar voordat we dat gaan doen, is het van levensbelang echt ongelooflijk groot dat jij even op abonneren klikt en like. Dan word ik namelijk naar boven geholpen in het algoritme van YouTube en dan kan ik ook geld verdienen met deze video's en dat wil ik. Ik ben Mees Wijnands en ik help jou met online geld verdienen, met je geld investeren en ik doe dat zelf ook door middel van TikTok, YouTube en bol.com verkopen. Laten we beginnen met deel 1, producten zoeken. Oké, het allereerste wat je doet is je gaat natuurlijk naar bol.com toe. Dan zie je de voorpagina van bol.com. Wat je nu doet is je gaat op dit vergrootglas klikken. Vervolgens zie je alle populairste artikelen op bol.com van dit moment. En dat is nu bijvoorbeeld FIFA 23, die is namelijk vandaag uitgekomen. Daarna zie je PS5 controllers, bla bla bla. Oké, daar hebben we allemaal niks aan, want jij kan niet zomaar FIFA 23 gaan verkopen. Dus wat je dan doet, is je gaat gewoon focussen op de categorieën hier links. Hier zie je bijvoorbeeld kantoor en school, tuin, persoonlijke verzorging, muziek. Daar ga je gewoon random klikken op categorieën eigenlijk. Je moet wel even bedenken welke categorieën, bijvoorbeeld kleding wil je niet doen, want maatverkeer is terugsturen, retouren, veel gezeik. Dat wil je niet hebben. Muziek wil je niet hebben, want jij mag niet zomaar cd's van anderen verkopen. Wat wil je nog meer niet hebben? Misschien moet je oppassen soms met baby, want als er iets fout gaat, dan ben je in de lul. Dan is er een baby zonder arm of zo en dat wil je ook niet op je geweten hebben. Los van het hele juridische ding wil je dat gewoon niet op je geweten hebben. Erotiek, ja, kan je eigenlijk gewoon doen. Weet je wat? Laten we gaan klikken. Ik ga niet op YouTube erotiek klikken, dan word ik gelijk eraf gehaald. Laten we gewoon pakken huishouden. We gaan huishouden pakken. Nou, vervolgens zie je nog steeds dat hier zo staat, hoeveel is het? 259.000 resultaten. Nou, uiteindelijk willen we naar een categorie toe die ongeveer tussen de 100 en max 350 resultaten heeft. Dus we moeten nog even wat verder focussen. Gaan we weer hier kijken. Doen we bijvoorbeeld opbergen. Nou, nog steeds veel te veel. Dus we gaan hier links weer kijken. Zie je alvast wat staan. Hier opbergdozen, opbergkisten. Nou ja, denk even na. Opbergdozen zijn super groot. Is niet makkelijk te verzenden. Want het is een doos en dan moet er weer in een doos. En dan moet er verzonden worden. Is niet handig. Keukenorganizers. Dat is misschien handiger. Kijk, bijvoorbeeld keukenrolhouders. Kookboekstandaard. Nou, kijk eens aan, 222 resultaten. Perfect, dat is goed. Dat betekent namelijk dat je niet super veel concurrentie hebt. Je kijkt namelijk aan de hand van het aantal resultaten en aan de hand van het aantal pagina's hoeveel concurrentie er is. Er zijn hier 10 pagina's. Nou, dat is te doen. Je moet eigenlijk, ideaal is tussen de 1 en 7. Iets minder ideaal is tussen de 7 en 15. En 15 tot 25 is het echt wel challenging. Boven de 25 is het eigenlijk al no-go. Dan moet je het gewoon niet doen. Nou, kijk hier eventjes naar de kookboekstandaarden. We zien hier eentje, gesponsord, die staat niet daadwerkelijk bovenaan. Kijk, hier staat gesponsord, dus die heeft advertenties betaald om bovenaan te staan. Dit is degene die daadwerkelijk bovenaan staat. 89 reviews, Soothe, 7 traps verstelbare boekenstandaard. Dan kijk je even wat de eigenschappen zijn van dit product. Hij heeft 5 sterren reviews, 89 keer. Ga dat maar eens verslaan. Hij heeft ook select, wat jij op dit moment niet kan krijgen. Select betekent namelijk dat het in het warehouse ligt bij bol.com. En daar zijn maar een select aantal plekken voor beschikbaar. Zelfs ik heb het nog niet en ik sta al 2 jaar op de wachtrij. Kan je nagaan. Wachtlijst. Die heeft de beste levertijd, dus dat wordt moeilijk verslaan. De tweede heeft ook select. Derde ook select. Vierde ook select. Vijfde ook select. Oké, dit is een kansloze missie, want ze hebben allemaal select. Dus dit gaan we gewoon niet worden. Nou, vervolgens ga je weer terug. Precies. Het is niet in één keer raken, jongens. Ook niet bij mij. Ik weet hoe het moet. Ik heb al meerdere producten gevonden die super succesvol zijn, meer dan 15.000 euro omzet en zo. Maar ja, het gaat niet altijd in één keer goed. Je moet hier gewoon echt tijd in stoppen. Word dus ook niet ontmoedigd als je stel je probeert dit 10 uur en je vindt maar geen goede categorie, je vindt maar geen goed product. Word dan niet ontmoedigd. Stop er nog een keer 10 uur in. Stop er nog een keer 10 uur in, totdat je er eentje vindt. Want uiteindelijk is dat het waard. Nou, we gaan weer terug. Huishouden. Gaan we in plaats van opbergen, doen we voedsel bewaren. Voedsel drogen, vacuüm verpakken. Laten we vacuüm verpakken doen. Hier, kijk eens. Vacuüm bakjes 208. Nou, zie je wederom dat er een aantal zijn met select. Select, select, select. Kijk. Hier zo is al, de vierde is al geen select meer. De rest wel. Ja, nou, weer moeilijker.
Maar je begrijpt nu, als het goed is, hoe je het moet doen. Ik ga niet nog een anderhalf uur zoeken tot ik een goed product heb gevonden. Dat gaat veel te lang duren voor deze video. Maar je begrijpt nu hoe het moet. Je gaat dus naar bol.com. Je klikt op het vergrootglas. Krijg je alle producten. Vervolgens klik je random op categorieën totdat je een goede categorie hebt. Hier, ik doe nu gewoon maar wat. Weet ik veel, valbeveiliging, whatever dat mag zijn. Vanglijnen, 83. Nou, hier heb je een vanglijn. Stel nou, je vindt deze categorie goed en je vindt dit een goed product. Dan ga je kijken naar de data. Dus we gaan nu naar deel 2. Producten zoeken hebben we gedaan. Je hebt deze vanglijn gevonden, even random. Ga nu naar deel 2. In deel 2 gaan we de producten analyseren. En wat dat betekent is, we gaan niet denken op emotie. We gaan niet denken van, oh, dit product ziet er goed uit en dadelijk is het kerst, dus mensen willen dat vast wel hebben. Nee. Wij gaan kijken naar de data. Want als je op emotie gaat kopen, ga je heel gauw de mist in. Data is veel belangrijker. Dus wat ik bedoel met data is, hoeveel omzet wordt er al gedaan met dit product? Is er al genoeg vraag naar dit product om te gaan inkopen, of is het je moeite gewoon helemaal niet waard? Wat we dan doen. Je hebt het product, je klikt op de hoeveelheid, dan klik je op meer, dan klik je 500. Max 500 staat er ook. Dan doe je dat in winkelwagen. Bestellen. Dan zie je staan, wij wijzen je op het volgende, het artikel kan niet in de gewenste hoeveelheid worden geleverd. We hebben het aantal stuks in je winkelwagentje gewijzigd naar 3. Dan weet je dus dat ze nog 3 op voorraad hebben. Nou, morgen kom je terug, doe je refresh en staat er misschien 2. Of er staat weer 3. Nou, je schrijft even op. Het is nu 12:30 middags op vrijdag. Schrijf je op vrijdagmiddag 12:30, 3 in voorraad. Zaterdagmiddag 12:30, 2 in voorraad. Zondagmiddag 12:30, weer 2 in voorraad. En maandagmiddag 12:30, 0 in voorraad. Dan weet je dus dat ze over 4 dagen er 3 hebben verkocht. Wat je dan doet, is je doet voor 4 dagen is 3 gedeeld door 4 is 0,75 keer 30,5 keer 89,95 is een omzet van €2.057. Hier had ik wat anders in moeten voeren. Ik zag het verkeerd. Foutje, ga er maar van even uit dat het €89 kost en het gaat om het principe, dus dan begrijp je het alsnog. Als je dat nou hebt, dan is €2.057 net randje. Normaal zou ik zeggen, boven de €2.000 is er genoeg vraag naar. Dat is zeg maar de benchmark voor, ga jij het inkopen of niet? Is het erboven, is het inkopen? Is het eronder, is het geen moeite naar doen? Gewoon laten gaan, door naar het volgende product. Oké, jij hebt nu een goed product gevonden en nu is het dus tijd om hem in te gaan kopen en naar jou toe te halen. Allereerst is het belangrijk dat je alle, als je echt helemaal aan het begin zit, moet je alle producten gewoon bij jou thuis laten bezorgen en zelf naar het postkantoor brengen. Ja, dat is zwaar, maar het is even noodzakelijk aan het begin om geld te besparen en om een feeling mee te krijgen. Als je namelijk zelf al die producten ziet, je weet wat de goede kwaliteit is, je weet of je een miskoop hebt gedaan of niet, je kunt het zelf testen. Het is even belangrijk om een feeling bij die business te krijgen. En daarna kan je het ook bij een fulfillment center laten doen, zoals ik doe. Dan laat je het shippen naar een groot magazijn, zeg maar. En dan hebben zij er mensen werken en dan verzenden zij het elke dag voor jou. Dan hoef jij niks meer te doen. Maar aan het begin moet je het echt zelf doen. Dus wat we nu gaan doen, we gaan een product inkopen. Dat kan via 2 manieren. Of via Zentrada, dat is een Europese marketplace. Een soort bol.com voor leveranciers eigenlijk. Dus wat je daarop doet, is je typt het product in. Weet je wat, ik laat het gewoon even zien. Ik ga mij het schelen. Hop. Zentrada. Groothandelsmarktplaats, precies. Dus je hebt één groot platform waarop je kunt zoeken. Je moet hiervoor overigens wel een KVK hebben voor Zentrada. Dus doe dat als eerst even. Een KVK is helemaal geen grote stap. Het is €50 betalen, je hebt het. Doe het gewoon en vergeet niet op elk kwartaal even inkomstenbelasting of BTW aan te geven. Want dan moet je anders een boete betalen als je dat niet doet. Dus altijd eventjes aangeven hoeveel BTW je hebt verdiend. En als je niks hebt verdiend, ook aangeven, €0 neerzetten, dan krijg je geen boete. Maar doe die KVK gewoon eventjes, dat is echt, die moet je gewoon even doen. Dat is even een drempel waar je overheen moet, dan ben je ook in één keer verder en begonnen voor jezelf, zeg maar. Dat je het serieus neemt, niet dat het een grapje is of zo. Oké, zoek op Zentrada. Wat was dat ook alweer? Een gereedschaplijn. Geen overeenkomstige items kunnen worden gevonden. Nou oké, laten we even wat anders doen. Doe even toiletborstel. Ja, oké. Stel toiletborstel, precies. Je moet je aanmelden voor de inkoopprijzen. En dan weet je dus, dan kan je toiletborstels of welk andere product dan ook gaan kopen. En dan wordt er vaak verzonden vanuit Duitsland, Frankrijk, Polen, zelfs Spanje of Italië. Maar dan heb je dus uit Europa producten van een groothandel. Optie 2 die je kan doen, is bestellen via Alibaba.
Alibaba is natuurlijk de Chinese groothandel. Is eigenlijk de Chinese versie van Centrada. Of andersom misschien. Maar Alibaba is gewoon één grote marketplace. En het is niet zoals AliExpress. Dat is voor consumenten. Alibaba is voor producenten. En daarop staan dus ook fabrieken. En dan kan je rechtstreeks bij de fabriek kan je dingen kopen. Ik zal het even laten zien. Alibaba. Kijk. Stel je wil toilet brush. Kijk, dan kan je het gewoon direct bij de leverancier kopen. Het is gewoon een fabriek in China, die maakt het, die verscheept het naar jou. En jij krijgt het thuis en je kan het weer verzenden naar klanten. Direct bij de fabriek, geen tussenpersonen, niks. En bij Centrale kan er nog wel eens een groothandel of zo tussen zitten. Dus dan is het misschien wel weer ietsje duurder. Maar je weet wel zeker dat het goede kwaliteit is. Want het komt uit Europa en het is sneller bij jou. China duurt vaak 30 à 60 dagen voordat je het hebt. Centrada soms binnen een week. Dus dat is het grote verschil. Dit is even simpel hoe het moet. Wil je nou alle ins en outs weten van producten inkopen? Check even deze video hier rechtsboven. Hierin ga ik namelijk helemaal in op alle details. Welke incoterms moet je doen? Hoe je het moet laten verzenden? Hoe je contact moet leggen met de Chinese leverancier? Hoe je moet praten met die mensen? Want het is toch een andere cultuur. En ze hebben ook een paar andere gebruiken waar je echt voorzichtig mee moet zijn. Dus check even die video daar zo als je meer wil weten over het inkopen. En dan gaan we nu door met de standaard dingen die even iedereen moet weten voordat je begint met verkopen op bol.com. Oké, tot slot het laatste deel van deze video. En dit is eigenlijk even het waslijstje met taken die je gewoon moet doen, maar het is niet echt leuk om over te hebben ofzo. Allereerst, schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Als je serieus bent, moet je voor alles een Kamer van Koophandel nummer hebben. Alles waar je geld mee verdient wat niet voor een baas is. Dus als je serieus bent met online geld verdienen, moet je die KVK hebben. En het is geen drempel, doe het gewoon. Je moet er alleen heen gaan, €50 betalen en dan heb je het. En dan ben je voor de rest van je leven, heb je het, dan heb je geen stress meer. Kan je overal in, je kan groothandelsprijzen opvragen, je kan btw terugvragen, je kan alles doen wat je wilt. Dus doe die KVK even, het is echt geen drempel, zet je er gewoon overheen. Doe het. Daarna moet je je aanmelden bij bol.com. Doe dat gewoon eventjes, zoek gewoon op, aanmelden bol.com verkoper, voer alles in, voer je KVK-nummer mee, een btw-nummer, blablabla, hele mikmak. En dan ga je daarna een brief krijgen waarmee je een wachtwoord hebt ofzo en dan kan je je aanmelden voor bol.com. Nou, dan ben je bol.com verkoper en dan kan je alles doen wat ik ook kan. Dus dan kan je producten erop zetten, je kan prijzen wijzigen, je kan het hele mikmak. Je kan zelf producten aanmaken en zo. Je kan ook in de verkoopomgeving kijken, dus dan kan je ook de zoekanalyses doen. Dus je kan zien waarom mensen het vaak zoeken. Bijvoorbeeld FIFA 23 is nu trending, maar ook PlayStation 5 en nog een aantal dingen, die zijn nu allemaal trending. En daarop kan je dus ook gaan inkopen en dan kan je ook zien of er genoeg vraag naar is, als je kijkt naar het zoekvolume. Dus het is ook belangrijk dat je je gelijk even aanmeldt als verkoper bol.com, want dan heb je gelijk inzicht in veel meer data. Dan het verzenden. Ik zou aanraden om allereerst de producten bij jou thuis te laten bezorgen vanuit de fabriek, dus vanaf Centrada of Alibaba. Laat je het gewoon naar je thuis verzorgen. Je zet ze even op je kamertje of in de garage of weet ik hoeveel ruimte je hebt. En dan moet je elke dag, als je een bestelling krijgt, naar het postkantoor fietsen met de auto, met de tram, whatever. Dus stel, jij hebt levertijd voor 3 uur staan. Op het postkantoor worden de pakketjes opgehaald rond 5 uur ongeveer. Dus je moet er echt al 4:30 uiterlijk zijn. Dan moet je de producten echt inleveren, want anders ben je te laat. Dus je kunt of zetten, ik doe mijn levertijd voor 3 uur morgen in huis. Dan moet je om 3 uur stipt al echt thuis zijn, alle producten inpakken, alle labels erop plakken en naar het postkantoor fietsen. Of je kan ook doen 1 of 2 werkdagen en dan heb je dus, 1 of 2 werkdagen. Stel iemand bestelt op woensdagavond, dan kan je hem op donderdagmiddag nog verzenden. En dan is hier vrijdag, dat is dan 1 of 2 werkdagen. Dus dat kan je ook doen, ik zou dat misschien aanraden aan het begin, want dan heb je iets minder kans dat je te laat levert. En dat wil je gewoon echt niet, want je wil geen strikes hebben of dat je bol.com account wordt gesloten of iets dergelijks. Als je namelijk 7 strikes hebt, dat betekent dat je 7 weken, hoeft niet achter elkaar, maar gewoon 7 weken in een periode van volgens mij een half jaar, te laat levert of te laat klantvragen beantwoord of te slechte reviews hebt, dan word je gekikt van bol.com. Dan ben je gewoon klaar. Dan kan je niks meer. Dan kan je ook niet met je KVK nog een ander account aanmaken. Dan moet je een hele nieuwe KVK hebben. Nee, KVK is namens persoonlijk gebonden. Dus dan moet je een BV hebben, wat niet aan jouw persoon vastzit. Of met iemand anders, met je moedersnaam of zo'n KVK inschrijven. Anders kan je nooit meer verkopen op bol.com. Dus je wilt echt geen strikes. Je wilt echt niet. Geloof mij nou, ik heb ze gehad. Ik heb ze ook weer weggewerkt. Je wil ze niet hebben. Daarna met de retouren aan het begin. Zet gewoon je thuisadres. Af en toe krijg je even een retourtje binnen. Als je een goede product hebt gekocht, krijg je bijna nooit retouren binnen. Dus dat is helemaal geen issue. Die mensen krijgen gewoon een verzendlabel en zo via bol.com. Dat kunnen ze in hun account allemaal regelen. Dus het enige wat je dan krijgt, je krijgt af en toe een pakketje thuis. Ja, dat is het. Verder niks. En als hij dan nog goed is, kan je weer opnieuw verkopen. Als hij niet goed is, moet je weggooien. Ja. Of op marktplaats verkopen. Dat kan ook. Ja, jammer dan. So be it. Dat hoort erbij. Zoveel procent van het product komt naar eenmaal retour. Sommige mensen doen het er ook om.
Ja, jammer dan. Maar dat is ook geen obstakel om te beginnen, jongens. Want uiteindelijk, het is echt niet zo. Tenzij je een heel slecht product koopt. Maar als je deze video hebt gezien, dan weet je al dat je dat niet gaat gebeuren, zeg maar. Dat je meer retouren krijgt dan winst maakt. Dat is gewoon nooit waar. Je maakt altijd veel meer winst. Dus zie dat ook zeker niet als obstakel om te beginnen. Kortom, ga op zoek naar producten. Ga ze analyseren of de data goed is. En niet zelf denken van, oh, het is vast wel goed, want het is mooi of zo. Gewoon kijk naar de data. Maak je meer dan 2000 euro omzet. Kopen Alibaba of Centrada. Daarna bij je thuis laten bezorgen. Verzenden naar de klant. Zorg dat die altijd op tijd is. Ook al moest je je levertijd 3 of 5 werkdagen zetten. Maakt niet uit. Hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Maar zorg ervoor dat die op tijd is. Dat is super belangrijk. Retouren zijn geen obstakel. KVK inschrijven is echt geen obstakel. Kortom, gewoon beginnen en krijg even natte voeten, weet je wel. Loop die zee in gewoon. Niet van tevoren op het strand alleen maar denken, oh, maar het is zo koud. Wat als ik tegen een kwal aanloop? Nee, loop gewoon erin en dan zie je vanzelf wel, dan bent het altijd gelijk. Als je die zee eenmaal in bent, als je er doorheen bent, dan is het altijd heerlijk als je erin bent. En dat is precies zo met dit. Gewoon beginnen, scheid hebben, fuck it, begin gewoon. Ook al maakt niet uit wat iedereen zegt, even oortjes in, eventjes even alle negatieve dingen even negeren en gewoon beginnen. Daarna wil ik je nog even vragen om te abonneren op mijn kanaal hieronder. Even een like omhoog te doen, of een duimpje omhoog te doen en een like te geven. En dit filmpje door te sturen naar vrienden die ook geïnteresseerd zijn aan verkoopbol.com. Als je nog meer info wilt over verkopen op Bol, heb ik hier nog een video over producten zoeken. En heb ik hier nog een video over leveranciers vinden. 2 hele uitgebreide video's, helemaal over deze onderwerpen specifiek. Dus die kun je ook nog kijken. Daarna kun je ook mijn handleiding checken in de beschrijving. Heb ik nog meer plugs? Nee, niet echt. Dat was hem. Ciao!